Iedere dag komen steeds nieuwe gadgets. En dat het spel om gadgets en technologie, computers, smartphones, tablets, televisies, PlayStations, Xbox, Nintendo Switch en auto's, caravans, campers, boten, vliegtuigen, fiets, alles is gadget. En vandaag ga ik het hebben over welke iPad ik het beste kan aanraden. En we beginnen direct wat iPads af te schrappen, gaan we vast beginnen. Dus we gaan wat heel veel iPads afschaffen. Zoals deze. Wat moet je ermee? Een iPad met 16 GB. En je kunt hem in twee kleuren krijgen. In het lelijk werd grijsachtig en het gewoon grijs. Dus deze kun je meteen afschaffen. En dan kun je ook het best dus alvast de iPad van even kijken. Waarom staan niet de iPads van jaren geleden terug op? Deze uit ook. Ja, condition. Dat staat er dus niet bij. Lekker handig voor mensen die willen weten hoe duur zo'n iPad is. Goed gedaan, Apple. Moet ik eerder zeggen, bol.com. Ik kan nergens zo snel een getal zien. Van welk jaar dit is. Maar dan beginnen we bovenaan. Deze iPad, als je die nu koopt, ben je lekker bezig. Want waarom? Hij heeft gewoon alles wat je moet hebben. Niet te groot, niet te klein, lekker middelmatig. Hij heeft de A12 chip, dus die gaat lekker lang mee. Die gaat nu nog, dat is zo'n 2020, die gaat nu nog 4 jaar lang mee. En jullie zullen afvragen van waarom gaat het jou meer om de chip en dergelijke, Joey, met mijn tablets en spul. Mij gaat het meer om dat je een product koopt, dat je weet dat die nog jaren vooruit gaat. En niet dat je wij spreken zo meteen een chip koopt, ik bedoel een iPad koopt die van 2018 of 2017 is en waar de chip ermee gaat ophouden. Want dan zit je met dat ding. En je komt het niet meer makkelijk vanaf. En deze is van 2020, dus die gaat nog minstens nog 4 jaar mee. En hij is gewoon een heel klein zacht prijsje. Je hebt hem in 32 GB uitvoering, dat kan echt niet. En je hebt hem nog in 128 uitvoering. En dan is hij ietsje duurder. Maar ja. Je kunt beter een van 128 meenemen, want hoe zou ik zeggen, dat is en veel beter en je kunt meer opslag kwijt. En is die een kleur duurder? Ja hoor, een kleur is die duurder. Ja, dit is wel grappig, hè? In de witte versie is die veel goedkoper. In wit is die veel goedkoper en in het zwart is die veel, grijs-zwart is die veel duurder. Oké. Dan de gewone iPad, volgens mij is dit de gewone. Dit is volgens mij een Seventh Generation iPad. Dit is dus de iPad Mini. Die raad ik ook gewoon iedereen nog steeds aan. De chip van deze gaat nog 3 jaar lang mee. Lekker ruim voldoende. En je kunt hem in 3 kleuren krijgen. En je ziet het, de prijs van de kleur. Dat het echt ontzettend wat uitmaakt. Mijn iPad Pro, dan is die ook lekker goedkoop nu. Dan moet je hem in deze versie kopen van qua kleur of in deze qua kleur. Sorry jongens, en deze is het duurste. Met
een terabyte. Maakt die nog duurder. En mijn ding is, met een iPad, dat je zelf uitmaakt van qua geheugen. Ik heb liever een tablet op iPad. Dat ik weet dat daar echt de power in zit. Dat je zegt van, die gaat lekker lang mee. Zoals deze. Oh, dat is gewoon eigenlijk hetzelfde. Wat maakt deze zo bijzonder dan? Of is die groter? En is het chip wel wat langer meegaat. Eens kijken. Er staat nergens bij wat de chip die heeft. Ik gok dat hij de A1. Oh wacht, de A1 hoor mij dan. De A13 chip heeft of de A14 chip. Dus die gaat nog redelijk lang mee. En dan kom je er eentje uit van 2019 die behoorlijk in de prijs is gezakt. En oh my god. Dan raad als je hem in de kleur kiest zeker, is die, yep. Dan is hij weer veel goedkoper, maar dit is volgens mij de iPad mini. Zelfs er een uit 2018. Wat een lelijk rotding. Met het ontwerp met die zwarte rand aan de bovenkant. Wat een klote kleur zeggen. En die zou direct 200 euro duurder. Dus deze iPad van 2018, geen aanrader meer. Die chip gaat nog minstens 2 jaar lang mee. En als je goed kijkt. Ja, het is een beetje wat puzzel altijd. Nope, ik zie op dit moment geen. Ja, een iPad uit 2017. Nog zelfs. Die is nu 260 euro. Als je hem in wit meent, dan is die veel duurder. En hij heeft maar 32 gigabyte, maar hij ontstaat wel 4G en Blue. En buiten openbare wifi. Deze gaat van mijn lijstje af. De schrapping. Net zoals deze gaat van ook van de schrapping af. Die van 2018 ook. Dus dat zijn eigenlijk een paar iPads wat van de schrappinglijst afkomen. En die van 2018 weer dezelfde. En deze van 2019 die blijft maar blijven bestaan. Die mag gewoon blijven. En ja, de rest valt gewoon allemaal uit de boot, zou ik wel zo zeggen. Ze gaan niet meer lang mee. En wat voor nut heeft het nog? Want iedereen gaat over toch op, hoe heet het, op nieuwste van iPads. Want wat zou je hiermee binnenkort mee moeten met al die hoesjes? Die je koopt voor een iPad, dat die iPad misschien niet meer verkrijgbaar is. En ja, de piek is behoorlijk gedaald met de iPad en iPhone. En dit is een lader, grappig. Het is een hele grappige oplader. Ik wist inzien dat Apple dat had. Een toetsenbord. Oh, het redt ooit voor Android en voor dinges. Een bedrijf die ik niet aan mijn hoofd weet. En voor Apple. Maar ja, hoe zou ik het zeggen? Is die iPad nog waard van 2017-18 nog? Is dat nog waard? Nee. Het is niet meer waard. Want ja jongens, de chip gaat niet meer lang mee. Het werkgeheugen is misschien te weinig geworden.
En de gigabyte in opslag is veel duurder dan de goedkopere versie. Nou, als je hem nog zoals in je lievelingskleur wilt hebben, dan moet je nog heel veel euro's bijbetalen. En ja, daar ben ik gewoon niet mee eens. Je kunt best een nieuwe iPad nemen van 2020, of van 2021, of van 2019. Want ja, ze zijn misschien iets prijzig, maar ze gaan wel langer mee. En ja, jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. En dan zeg ik één ding, laters.